Het is 6:30 's ochtends. In de bierbrouwerij in Uitgeest wordt nu al Eritrees bier gebrouwen. En chef-kok Ramon is ook van de partij. Ja, ik moest al vroeg uit de veren om de start van het brouwproces te zien. Want hier worden speciaal biertjes gemaakt. Nou, nu ben ik daar echt helemaal dol op. Maar een Eritrees bier heb ik nog nooit gehad. Ik ben heel erg benieuwd. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest ik hier zo vroeg zijn? Zijn bier. Zijn bier. Het is mijn bier. Ja. Jouw bier? Ja, ja. Maar moet je dat vroeg in de ochtend brouwen? Ja, moet wel. Hè? Nou, ja. Het is de hele dag. Het is de hele dag? Ja, 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 hij is klant van mij. Wij zijn een brouwerij die alleen maar in opdracht baken. Tedels heeft een heel speciaal en mooi bier. Dat heeft hij meegenomen uit Afrika. Dat is een recept volgens Eritrees procedé. Maar ja, ik heb een westerse installatie. Nou, dat zijn twee dingen die heel erg uit elkaar liggen. Okay. Dus je begint heel vroeg en dan moet je allerlei dingen dus... Dit doe je zo daar, maar zo doen we het hier. En dan moet je dus iets tussen zien te vinden. Nou, dat kost gewoon een hele dag. Okay. Want je brouwt het van dit graan? Van dit graan, dat heet sorghum. Sorghum? Sorghum, ja. Ik heb het nog nooit gezien, joh. Ja, dat komt uit Eritrea en Sudan. En dat is een bijzondere graan. En dit geeft een speciale smaak aan het bier? Ja, zeker, zeker, zeker. En dit wordt eerst brood van gemaakt. En vandaar wordt ook een bier meegebrouwen. Er gaat brood in het bier? Ja, zeker. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, maar dat is het. Dat is het proces eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Hey Kees, ben je altijd bierbrouwer geweest? Oh nee, ik heb van alles gedaan. Ik ben vrachtwagenchauffeur geweest, accountmanager, inkoper, logistiek manager. Ik heb economie gedaan, ik heb rechten gedaan. En toen kreeg ik een midlife crisis. Oh ja? Ja, het was 1 maart voordat ik één maand voordat ik 41 werd. En toen kwam, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Dus ik zeg tegen mijn vrouw, in Frankrijk waren we op vakantie. Liever, ik moet je wat vertellen. Wat dan? Oh jee. Ja, 41, je kent het. Daar komt hij. Ik zeg, we gaan een bierbrouwerij starten. Nou, zegt ze, is goed. En dan was ze ook van dat bier in de keuken af, want ik was al thuis bier aan het brouwen. Dus je was wel altijd hobbybrouwer? Hobbybrouwer was ik inderdaad. En net zoals heel veel van mijn klanten ook thuis beginnen, gaan ze hier het groter doen. En zo ben ik hier ingerold. Maar ik vind het vooral leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dingen die ik niet ken. Hè? Zoals dat Tedros kwam, kan jij mijn bier maken wat ik mee heb genomen uit Eritrea. Kom erop, we gaan het proberen. Hey Tedros, help je altijd mee als ze jouw bier brouwen? Ja, dat moet wel, hè. Dat je moet wel. Altijd helpen? Ja, ja, altijd. Wat maakt dit bier zo speciaal? Ja, het is moedersbier. De moeders maken het dit bier. Zij brouwen het in een gewone kruik thuis. Maar de moeders brouwen het bier? Alle moeders brouwen het dit bier. En eigenlijk is het niet mijn recept. Het is een recept van moeders. En dan stond jij te kijken hoe ze dat... Ik stond te kijken en ik zeg, maar kan ik het proeven? Maar, oh, je bent te jong, nee. Maar zij gaf mij toch. Maar vond je het lekker? Ik vond het heerlijk. Ja? Anders had ik het nooit haar mogen vragen. Dat vond ik het echt lekker, echt lekker. Wow. Ja, het zit nog steeds in mijn hoofd. Ja? Ja, ja. Wanneer ben je in Nederland gekomen? Ik ben in 1981 hier in Nederland gekomen. En hoe kwam dat? Ja, oorlog, hè. Wow. Als Eritrea, Ethiopië was oorlog die tijd. Ja? Ja. En ben je met je moeder en zo gevlucht? Of? Nee, nee, nee. Ik ben alleen. Ik ben alleen gevlucht. Ja, echt ja, in je eentje? Ja, in mijn eentje, ja, ja. Je eentje, dat is ook wat. Ja, zeker, zeker. Hoe oud was je toen? Ja, ik was 15, 16. Oeh. Ja, ja. Dat was pittig. Ja, dat was pittig, ja. Iedereen achterlaten? Iedereen achterlaten en toch weggaan. Jeetje. Ja. Ja. En nu? En nu ben ik hier. Kijk maar. Nu ben ik aan de soe aan het maken. Ja. Moeder weer. Zo is het leven. Je weet niet welke kant het gaat. Nee, dat is waar, ja. Nou, hier ben ik terecht en gelukkig maar. Ja, zeker. Hè? Zo, dit is mijn vrouw Raymond. Hi. Hi, Aster. Wat ben je aan het doen, joh? Ik ga brood maken voor Masua. Brood ja. Voor het bier? Voor Soa, ja. Dat is tef. Tefmeel? Ja, tefmeel. Ja. Yeah. Dat is Marcella. Hey, en waarom moet er in dat bier brood? Ja, dat is gewoon het proces. Brood weken en dan krijg je alcohol van. Oh.
door te laten gisten en weken. Ja. Jij hebt het ook van je moeder geleerd? Ja, ik heb het ook van mijn moeder geleerd. Alle Eritreaanse meisjes of moeders van de moeders geleerd. Okay. Wij doen allemaal. Op de feestdagen, bruiloft. Ja, zonder soa is geen feestje. Zonder feestdag is het geen feest. Ja, zonder bier is geen feestje, hè? Raymond, je weet het, hè? Ja, ik weet het zeker. Ja. Heel mooi. Van deze maak jij hier. Ah, gaat het op de bakplaats? Ja. Ga je gewoon zo. Ah, duw je het plat. Ja, zo is het klaar. Ja? Ja. En dit gaat dan de oven in? Ja, die gaat in de oven. Die komt zo uit. Oké. Wat een aparte koek, joh. Ja. Het is een, Wat een ding. Ja, ja. Wordt echt kei en keihard. Ja. En dan breek je het in stuk en dan heb je dit. Ja. Dan heb je deze. Hoe maak je hier dan weer bier van? Dan moet je hem gewoon beken. In de water. Hey, wat is dit dan? Zo, dit is het brood. Ah, dat heb je laten weken. Die moet ik laten weken, ja. Oké. Okay. Dit gaat nu erbij, ja. En dat maakt het bijzonder van dit bier, hè. Dit is eigenlijk een moedersrecept. Dit geeft het smaak. Oh ja. Hè? Hey, hoe lang moet dat er nog in? Heel lang, nog een paar uren. Nog een paar uur? Jazeker. Maar ik begin nu wel echt dorstig te worden, hoor. Ik weet het, je moet het gewoon geduld mee hebben, hè? Geduld is het enige wat ik niet heb. Ja. Oh, je hebt al een heel, heel beetje staan. Dat is het. Dit is het bier. Het is wel echt een mooi plaatje. Ja, dat is mijn moeder. Echt waar? Ja, ik had hem een paar jaren terug de schilderij gemaakt. En toen ik bezig was met het etiket maken en mijn vrouw kijkt naar de schilderij... Ze zegt, jouw moeder is toch bezig met het bier maken? Ja. En toen kijk ik gelijk en ik dacht, verrek, dat is het. Kijk, mijn moeder is overleden, maar die zegt, ik ben het toch hier. Zo leeft ze een beetje voort. Nou, hij is lekker koud, zou ik zeggen. Dus ik ben benieuwd. Oeh, lekker. Ruikt goed, hoor. Het heeft een beetje zuurige afdronk zonder dat het echt zuur is. De proef gisten, die proef ik echt. Je krijgt een combinatie van malten uit Europa, granen uit Eritrea... Ja. En een brood. Een brood wat zelf gemaakt is. Fantastisch, hè? En dat is allemaal, komt dat samen in dit bier. Als ik dit zo proef, dan krijg ik al wel een paar ideetjes om ermee te koken. Dan krijg ik honger. Fantastisch. Nu ben ik met de Eritrese keuken niet zo bekend als met de Europese keuken. Maar ik weet natuurlijk wel wat. A, dat ze heel veel specerijen gebruiken om alles heel lekker te maken. Twee gerechten die ken ik sowieso. En eentje is geklaarde boter met heel veel specerijen. En één gerechtje maken ze van pompoen. En wat ze daar eten zijn heel veel sausachtige. Beetje dips eigenlijk. En ik heb mijn grote vriend gevraagd om injera's te maken. En injera's is echt... typisch iets wat je in Ethiopië en in Eritrea eten. Ze noemen dit ook het duizend gatenbrood. Kijk eens hoe mooi dit eruit ziet. Het duurde mij te lang om te maken, maar ze ruiken echt een beetje zuurig, hè? Ja, het is zo lekker, jongen. Hey, en je hebt iets bijzonders voor me meegenomen, hè? Want ik had jou gebeld om te vragen om... Nou, dit kan ik in Nederland bijna niet vinden. Berbere. Berbere. Dat is een zevenkruidige peper. Ja. Nou, dit wordt een van mijn geheime ingrediënten in de gerechtjes... die ik voor jou en je vrouw ga maken. Als ik klaar ben, dan roep ik je en dan gaan we ervan genieten. Top. Ja? Is goed dan. Zie je zo, man. Oké, dank u wel. Dan ga ik gelijk beginnen met het smelten van de boter. Een geklaarde boter. Dat wil zeggen dat je droge stoffen en vet van elkaar gaat scheiden. Het beste kun je dat doen in een schaal. Ik heb hier een pannetje met water en die zet ik er zo boven. Dan is het niet te heet en dan kan die boter rustig smelten. Dan ga ik gelijk verder met die pompoen. Die ga ik eerst schoonmaken. Gaan er twee uien bij, 2-3 tenen knoflook. Er gaat wat olie in de pan. Gaat die uien er gelijk in. En dan de pompoen, fijne blokjes snijden. Ik vind het wel mooi als je nog wat stukjes erin hebt zitten. Kan de pompoen erbij. Ja, dan gaan er nu wat smaakstoffen bij. Wat komijn. Hier
theelepeltje, een halve, zoiets. En dan die berberen. Ja, waar zou die van houden? Zou die van pittig houden of niet? Ik denk dat hij er wel wat van lust. Klein beetje nog. Nou is die boter bijna gesmolten. Er gaat een klein beetje fenegriek in. Wat kruidnagelpoeder. Wat kardamom. Kurkuma. Wordt er mooi geel van. Kijk, ondertussen is die boter gesmolten. Die geklaarde boter die laat ik in de koeling helemaal opstuiven. Kijk, dit ziet er perfect uit. Het heeft een mooie dikte. Kijk, die boter is mooi en stevig. Prachtige kleuren. Wow. Hey. Hey, Ramon. Wat heb jij nou? Ja, ik heb ook iets lekkers voor jou. Huh? Een echte kok, hè? Ja, dat moet wel, hè? Kijk, die kunnen niet stilzitten. Ja? Dat vind ik nog eens leuk. Ja? Ja, ik heb voor jullie ook wat gemaakt, natuurlijk. Laten we proeven, jongens. Hier dat injera-brood erbij. Een biertje. Laat het feest beginnen. Nou, laten we weer beginnen. Dat doen we zo. Zeg maar, en dan pak ik het. Zo. Mm. Ach, lekker. Ja? Ja, super. Heerlijk. Echt? Echt waar, echt waar. Ja, heerlijk. Zo'n heerlijk biertje erbij. Heerlijk. Heerlijk eten. Echt lekker. Wat een topdag, hè? Nou, fantastisch. Proost. Ja, dankjewel. Echt waar. Dankjewel. Dankjewel. Proost. Dankjewel. Proost. Proost. Proost.